Op overleg vanavond tussen de Duitse kanselier Merkel en de Russische president Poetin. En dat is ook voor ons van belang. Merkel ontvangt Poetin in een 18e eeuw slot ten noorden van Berlijn. De twee spreken over, onder meer over gas. Rusland gaat 2 keer zoveel gas leveren aan Europa en daarvoor wordt speciaal een nieuwe pijplijn aangelegd. Nord Stream 2 heet die. Die komt naast de bestaande Nord Stream 1 te liggen. Kosten bijna 10 miljard euro. Ook Nederland investeert in een Nord Stream 2. Door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen moeten ook wij meer gas gaan importeren. Maar dit Nord Stream 2-project is omstreden. Er is veel kritiek, ook in Rusland. Rusland. In het kustgebied wijken duizenden hectare bos voor een verdubbeling van de gastoevoer naar Europa. Каждая страна, которая будет получать российский газ, она будет ответственна за то, что происходит вот здесь. Вот здесь. Вот там. De aanleg van Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland zou milieuvervuilend en veel te duur zijn. En overbodig als je het de critici vraagt. Europa heeft immers alternatieven. Kritiek op de pijplijn hebben ze hier liever niet. Want een econoom die een kritisch rapport over de pijplijn schreef, werd meteen ontslagen. De vraag van de Europese consument naar gas stijgt. Russisch gas heeft als voordeel dat het relatief goedkoop is. Leverantie verzekerd. Tienduizenden buizen liggen klaar om op de zeebodem te worden geplaatst. De route van de nieuwe pijplijn wordt aangeduid met dit soort paaltjes. In Rusland is dit de laatste. Vanaf hier gaat de pijplijn de zee op, richting Duitsland. Het gas uit Rusland legt een weg van 1200 kilometer over de zeebodem af en komt hier in Duitsland weer aan land. Van hieruit wordt het naar de Europese partners gedistribueerd. Ook Nederland neemt deel aan het project. Maar de kritiek op Nord Stream 2 groeit. Voorheen ging het gas door Oost-Europa. De voormalige doorvoerlanden verliezen inkomsten en macht. Ze zien de pijpleiding als een poging van Rusland om een wig in Europa te drijven. Ja, wenn wir jetzt die russische Position uns anschauen, dann geht es darum, die Ukraine nicht mehr als Transitland zukünftig zu haben. Also man will im Prinzip die Ukraine komplett als Transitland abschaffen und dann alles über die nördliche und die südliche Route laufen lassen. De Amerikaanse president Trump deelt de kritiek. Hij zegt dat Duitsland Europa zo aan Rusland uitlevert. How come Germany is paying vast amounts of money to Russia when they hook up a pipeline? That's not right. Speelt mee dat Amerika gas aan Europa wil verkopen en dus ook op een stuk van de markt aast. Daarnaast komt steeds meer vloeibaar gas uit Afrika en het Midden-Oosten per schip onze kant op. Het toenemende aanbod van gas in Europa biedt ook voordelen. Dat drukt ook de prijzen. Dat maakt het ook veel aantrekkelijker voor ons als consument. Dan kunnen we ons gas veel goedkoper afnemen. Het gevecht om toegang tot de Europese energiemarkt is in volle gang. Het Russische gas moet eind volgend jaar door deze buizen naar Europa stromen.